Hallo allemaal, mijn naam is Nikki en ik ben 17 jaar. En ik ben een van de nieuwe vloggers van Creative Cosmetics. Nou, ik heb er super veel zin in, dus laten we er met z'n allen wat leuks van maken. Nou, vandaag in mijn eerste vlog ga ik laten zien hoe ik mijn basis make-up doe. Nou, natuurlijk met de make-up van Creative Cosmetics. Nou, voor degenen die het nog niet wisten, Creative Cosmetics producten bestaan allemaal uit mineralen make-up, zeg maar. Het zijn allemaal een beetje van zulke potjes. Ja. En het varieert een beetje in grootte. Bijvoorbeeld deze, wat grote. Nou, alle mineralen make-upjes bestaan uit poeder. Zeg maar de foundation, concealers, gewoon een make-up die je op je gezicht doet. Bestaat allemaal uit poeders. Ja, misschien de meeste van jullie vinden het een beetje gek. Poeder foundation. Leg eens uit. Nou, het zijn dus inderdaad zulke potjes. Hier zit dus bijvoorbeeld de foundation in. Nou, het is allemaal poeier. Nou, en je zal je echt verbazen hoe makkelijk het is om dit aan te brengen. Ik laat het zo allemaal zien. Het wordt allemaal duidelijk in de video. We gaan nu lekker beginnen met mijn basis make-up. Nou, allereerst vind ik het heel fijn als ik deze wallen weg kan werken. Want deze vind ik dus echt verschrikkelijk. Ik hou er zelf helemaal niet van als ik met wallen op straat loop. Want dan krijg je 100.000 keer de vraag. Goh, ben je moe, chagrijnig, ziek? Nou, nee. Maar ik zou wel willen dat het, zonder dat ik er van wat van hoef te zeggen, niet meer gezegd wordt, omdat je het niet ziet. Nou, het is natuurlijk helemaal mooi als je dan ook eigenlijk niet ziet dat je make-up op hebt. Nou, met deze make-up van Creative Cosmetics zie je dat gewoon niet. Lijkt allemaal alsof het je eigen huidje is. Hartstikke natuurlijk. Wordt vanzelf allemaal duidelijk. Ik ga nu beginnen met de roze concealer. Daarmee haal ik de donkere plekken in mijn gezicht weg. Dan gaan we beginnen bij mijn wallen. Nou, dat heb ik eerst een beetje. Er zit een beetje poeier in. Dat heb ik een beetje op mijn kwastje. Dan draai ik het rond in mijn dekseltje, zodat ik het goed verdeel in mijn kwast. Dan ziet het er zo uit. Dit is ook gelijk de concealerkwast. Dan ga ik het aanbrengen onder mijn ogen. Ik hou even mijn spiegel erbij, want ik wil wel dat het goed zit op mijn gezicht. Dan ga ik het hieronder aanbrengen. Nou, ik heb er zelf ook wel last van dat het boven mijn ogen zit. Ga ik het ook aanbrengen. En gewoon inmasseren in je huid. Nou, wat doet de make-up? De make-up smelt samen met je huidolie. En dan ga ik het naast mijn neus, is een donker plekje. En mijn mondhoeken, want dat wil nog wel eens zeggen dat ik chagrijnig kijk, omdat mijn mond hangt van die schaduw. Dus ga ik daar lekker een beetje roze aanbrengen. Goed inmasseren. Op mijn ogen. Zo. Nou, ik ga het eerst de ene kant van mijn gezicht doen. En uiteindelijk zien jullie natuurlijk het resultaat als het alle twee gedaan is. Maar ik laat het nu even deze kant met make-up zien. Die kant zonder make-up. Zodat jullie goed de verschillen kunnen zien wat deze make-up doet. En dat uiteindelijk het toch niet lijkt alsof ik make-up op heb. Maar wel gewoon alsof ik een stuk frisser, opgewekter, gezonder eigenlijk eruit zie. Oké, nou dan gaan we nu door naar het rode in mijn gezicht. Ik heb nu niet zoveel rood in mijn gezicht. Het verschilt een beetje per dag eigenlijk bij mij. Of het warm is, koud is, zeg maar, dat soort dingen. En vandaag heb ik er niet super veel last van. Ik heb meestal een klein beetje op mijn wangen, mijn neus, een beetje op mijn voorhoofd. Maar het valt vandaag echt wel mee. Maar ik laat toch even zien wat ik dan aanbreng. Dan breng ik de groene concealer aan. Het ziet er hetzelfde uit als het roze, maar dan is het groen. Nou, doe ik weer een beetje op mijn kwast. Het is deze kwast trouwens. Hij is breder dan de concealerkwast. Meer voor de grote oppervlaktes. Voor de kleine oppervlaktes pak je gewoon de concealerkwast. Maar dat laat ik zo natuurlijk ook wel even zien, zodat het gelijk allemaal duidelijk wordt. Nou, masseer ik het weer even in mijn kwast, een beetje verdelen. En dan ga ik het bij mij even een beetje op mijn wangen deppen, op mijn neus, een stukje op mijn voorhoofd en op mijn kin. Daar zitten wel een beetje van vage pukkeltjes. Nou, ga ik het goed inmasseren. Je kan natuurlijk, hè, als je meer rood in je gezicht hebt, dan doe je er meer op. Heb je zoiets van, ik hou van een gezond kleurtje. Je hoeft het er nooit op te doen natuurlijk. Maar heb je net die stukjes die je denkt van, nou, vind ik niet mooi, mag wel wat minder. Doe je een klein beetje erop. Het werkt zo fijn. Ik hou zelf ook altijd wel lekker van een kleurtje. Maar omdat er nu niet zoveel op zit, zie je eigenlijk vrij weinig meer van dat er nu rood op mijn gezicht zat. Nou, kijk. Dan laat ik ook gelijk even zien met de concealerkwast wat ik daarmee bedoel. Nou, goed inmasseren weer in je boekseltje. Dan stip je gewoon bijvoorbeeld een pukkeltje of zo. Iets wat rood is, stippel je aan. Hier. En dan ga je dat gewoon inmasseren. En voilà. Al het rood is weg. Nogmaals, heb je meer rood, kan je meer gebruiken. Enzovoort. Je kan gewoon zelf kijken hoe je dat allemaal wil doen. Het is gewoon in je geheel aan jezelf natuurlijk. Nou, nu gaan we door naar de foundation. Nou, ik heb de foundation kleur Sandy. Nou, dan dip ik natuurlijk weer even wat op mijn kwast. Ik doe best wel vrij wat veel, want het ziet er nu best wel veel uit. Nou, ga je natuurlijk even verdelen in je kwast weer. Ik zal even nog laten zien welke kwast ik daarvoor gebruik. Het is namelijk een andere kwast dan alle andere. Het is zeer, als ik hem inmasseer zie je al veel minder. Het is zo'n kleine kwast. Je hebt hem ook groter hoor, maar ik vind hem wel fijn als die wat kleiner is. Dan dab ik het aan op mijn gezicht. En ga ik het weer inmasseren. En ik hou altijd wel van om lekker veel te doen, want ik vind altijd dat ik al wat grauwer gezicht heb, dat witte gezicht. Ik vind altijd zelf dat ik een beetje, alsof ik een griepje heb of zo. Zo lijkt het dan, vind ik altijd. Dus vind ik het altijd wat fijn als ik gewoon een beetje meer kleur heb op mijn gezicht. Terwijl ik het bij anderen nooit opvalt of zo. Dat is wel grappig. Ook als ik er topfit uitzie. Mensen zeggen, oh je ziet er goed uit bijvoorbeeld, snap je wat ik bedoel? En dat ik dan alsnog zeg van, nou, ik zie er net uit alsof ik een griep heb of zo. Nou ja, dat heb ik altijd als ik geen make-up op heb, dus dat blijf ik toch houden. Nou, de plekjes, vooral bij mijn ogen natuurlijk heb ik dat wel. Waar je misschien niet goed met de foundation kwast komt. Gewoon een concealer kwast pakken en de plekjes aanbrengen waar jij het nog wilt. Zoals je misschien al opgevallen is, is dat het echt makkelijke make-up is om aan te brengen. Poeder valt er ook helemaal niet af of zo, dus het blijft ook heel goed in de kwasten zitten. Je wel eens hebt met een gewone poeiers daar je foundation mee afdekt of zo, zoiets. Het valt er dan altijd weer af en zo, is dat het weer drama, zit alles weer onder. Nou, dat is hiermee dus niet. Zo. Klein beetje bij mijn ogen. Ziet er al een stuk frisser uit hè, bij mijn ogen. Ziet hier echt die ballen nog goed donkere kringen. Ja, ik weet niet of je het hier nog ziet natuurlijk, maar het is natuurlijk wel gewoon echt een stuk frisser. Mijn ogen komen al een stuk beter uit. Straks zal je zien dat het nog mooier uitkomt. Dat het echt lijkt alsof je ogen eruit komen. Eruit komen. Alsof ze, ja, hoe zeg je dat? Ja, echt alsof je ogen gewoon een stuk mooier uitkomen. Dat ze gewoon wat meer in het zicht zijn. Niet dat ze zo verborgen zijn en steeds kleiner worden gemaakt door de make-up. Of doordat je gewoon kleine ogen hebt. Bij make-up kan je dingen groter maken, kleiner maken. Smaller maken, breder maken. Ik kan er echt alles mee. Is super fijn. Onderkinnetje of zo wegwerken. Dat is natuurlijk ook super. Nou, nu gaan we naar de bronzer. Daarmee ga ik dus bijvoorbeeld mijn onderkin proberen mee weg te werken. En dan ga ik mee schaduwen in mijn gezicht. Ik ga schaduwen aanbrengen in mijn gezicht. Bijvoorbeeld mijn kaaklijn strakker laten lijken. Mooie scherpe lijn in mijn gezicht te krijgen. Nou, dat kan allemaal met behulp van de bronzer. Nou, ik heb de bronzer Chocolate. Nou, dan ga ik eerst voor hier de jukbeen lopen. Heb je een wat langer gezicht, Dan ga je hem wat meer horizontaal aanbrengen. Heb je een wat breder gezicht, ga je hem wat meer verticaal aanbrengen. Ja, wat bedoel ik daar nou mee? Nou, ik heb dus een best lang gezicht. Ik ga dus half op de jukbeen en ietsje eronder ga ik mijn bronzer aanbrengen. Ik ga hem niet te ver naar voren aanbrengen, niet te hoog. Dan wil het juist weer dat mijn ogen kleiner worden. Maar ik ga het even voordoen. Vissenlipjes maken wil nog wel eens helpen, vind ik altijd wel handig. Schrik niet als het te veel op zit, ga ik zo laten zien hoe je dat wegkrijgt. Ik zie nou de helft al kijken van zo is het niet een beetje te veel. Maakt niet uit, krijg ik ze allemaal weg, laat ik ze allemaal zien. Om elkaar. Nee. Ga ik het aanbrengen een beetje deels onder mijn kuitlijn, onder mijn kin. Hoog werken. Kijk, heb jij bijvoorbeeld hier lijntjes, of stel je hebt witte lijntjes in de zomer bijvoorbeeld. Doe lekker een beetje bronzen erop, zie je er ook niks meer van. Voorhoofd. In de hoek boven vind ik altijd mooi om schaduw aan te brengen. Zo. Nu zit er bronzer op mijn gezicht. Nou, dat zie je duidelijk dat er bronzer op mijn gezicht zit. Nou, zorg dat je het goed inmasseert. En dan gaan we gummen. Gum de delen weg die je uit het donker vindt en niet mooi vindt. Nou, wat bedoel ik dan met gummen? Denk nou, misschien pak ik wel een gum erbij. Nou, dat denk ik niet. Gummen kan dus met de foundation kwast. Deze kwast werkt ook praktisch echt als een gum. Ik ga er gewoon overheen. En dan gum ik als het ware de donkere delen weg. Tada! Je ziet geen veeg meer. Stel je ziet er nog een beetje te veel naar boven. Gaan we blush overheen zetten, dus maak je maar geen zorgen. Nou, dan gaan we naar de blushes toe. Ik heb dus de blush Fine Brick en... Of deze had ik niet eens en vond ik hem gewoon mooi, heb ik hem gewoon genomen. Dat zou ook gewoon best goed kunnen. Ik heb namelijk met een blush altijd, als ik het een mooie kleur vind... En niet te overdreven bij mezelf doe, dan vind ik dat alle blushes op zich wel passen. De blush ga ik opdoen met deze kwast. Hij is wat breder, net zoals de groene concealer kwast voor de grote delen. Maar hij loopt schuin af. Doet de concealer kwast niet. Dus dat is het verschil. Niet zo groot. Nou, ga ik een beetje aanbrengen op mijn kwast. Weer goed verdelen in mijn kwast. Op de appeltjes van mijn wangen. Je voelt hier een botje lopen. Ga je niet overheen of niet tegenaan zitten. Lijken je ogen kleiner als je het daar aan zet. Dan gaan je ogen weer meer naar binnen. Dus ik adviseer, wat ik gewoon mooi vind bij mezelf, is dat als ik het hier een beetje op de afjes van mijn wangen, niet te ver naar die kant, niet te ver naar die kant. Gewoon lekker op die plek blijven. Dan heb je toch een beetje kleur in je gezicht en je speelt gewoon mooi met de schaduwen en de hoeken in je gezicht. Dan heb ik het een beetje erop. Dan ga ik inmasseren. Zo, nou er zit aardig veel op. Nou, dan gaan we dat deel even weggummen. Even mijn spullen opruimen. Zo. Nou, dan pak ik de foundation kwast weer en dan ga ik even een beetje gummen. Nou, ik wil nog best wel snel weggegumd zijn, dus nou, altijd niet te wild met mijn foundation kwast. Voordat het dan allemaal weer weg is. Nou, ik vind het zo mooi. Ik laat het zo. Nou, dan gaan we naar de highlight. Leukste deel van allemaal. Ik ben gek op highlights. Ik vind het zo mooi. Je kan je ogen, als je een ogengroep doet, kan je je ogen veel stralender, frisser, mooi laten lijken. Ik vind het echt super. Hier op je jukbeen erboven, daar een highlight aanbrengen. Nou, ik vind het geweldig. Dus dat gaan we ook lekker doen. Ik heb de highlight bel. Echt wel een subtiele highlight. Ook gewoon poeder. Nou, dat ga ik weer met een andere kwast aanbrengen. Dit is de highlight kwast. Zo'n vrij platte kwast. Op zich niet heel groot, maar ook weer niet te klein. Even iets groter dan een oogschaduwkwast eigenlijk. Nou, dan ga ik het hier boven mijn jukbeen, boven de blush ga ik een lijntje aanbrengen. Dat doe ik eigenlijk tot aan mijn haarlijn. Breng ik dat aan. En ik doe altijd wel lekker veel. Finishing touch gaat er toch nog overheen. Maakt het toch ook nog wat minder heftig. Maar het is toch een glansje in je gezicht. Dus het, ja, als het, ja, het kan eigenlijk niet zo heel extreem. Ja, tenzij je je hele gezicht vol gooit. Maar toch, als jij dat gewoon goed uitblendt en zo, dan ben je gewoon een mooie discobal. Kijk, dan maak ik hier een beetje uitblenden. Niet dat je echt een goede lijn ziet zitten natuurlijk. Een beetje voor uitblenden. Zo. Nou, dan ga ik hem in mijn ooghoek aanbrengen. Ik koop gewoon bij mijn kwastje. Je kan ook met je vinger, maar een kwastje is op zich wel handig. Dat is wel lekker veel. Nou, op mijn neus. Als je dus bijvoorbeeld net op bronzen gaat spelen, bij je neus wil je hem breder laten lijken, smaller laten lijken. Nou, smaller doe je dus bijvoorbeeld dichter bij de top van je neus, zet je twee lijntjes aan beide kanten. Breder zet je wat verder aan de zijkanten van de neus, twee bronzen lijntjes. Wel goed uitblenden natuurlijk. En bovenop kun je altijd een beetje highlight doen, vind ik altijd wel mooi. Maar ik laat ook nog wel een keertje in een video zien hoe je een beetje de contouren in je neus aan kunt brengen en hoe je dat kan doen, zeg maar. Op mijn neus. Een beetje boven mijn lip. Onder mijn lip. De lijntjes, zeg maar. Ik vind dat echt. Je lipvormen komen mooier uit als je even een highlightje erop en eronder zet. Dat vind ik echt. Hoe groot je lippen zijn, hoe klein je lippen ook zijn. Je lippen komen gewoon mooi uit en dat vind ik gewoon mooi. Nou, je kunt ook een highlight onder je wenkbrauw zetten. Ik vind dat gewoon mooi bij mezelf. Dus dat doe ik dan ook gewoon lekker. Nou, ik heb wel een lekkere glow, toch? Ik vind het prachtig. Nou, dan gaan we naar het eind. Dat is dus de finishing touch. Gaan we een grote poederborstel voor gebruiken. Nou, het klinkt best wel raar eigenlijk, poederborstel. Want alles is poeder, maar... Ik denk dat de meesten wel weten wat zo'n grote poederkwast is. Voor als je je foundation afdekt. Whatever, waar je het voor gebruikt. Nou, ik heb de Finishing Touch Glow Mississippi. Nou, tip ik weer een beetje in mijn kwast. Ga ik het weer verdelen in een tekseltje in mijn kwast. En dan ga ik dat op mijn gezicht aanbrengen. Nou, als je het zo ziet, glanst het best wel. Nou, ga je natuurlijk uitblenden. Goed verdelen. Nou, ik ben best wel aan de slag gegaan met de blush, bronzer en foundation. Want ik ga vanavond uit. Dus dan vind ik het altijd wel lekker om wat meer op mijn gezicht te doen. En ik draag nooit heel weinig eigenlijk. Als ik eerlijk ben, naar school ook niet. Of ik ben helemaal make-uploos. Of ik doe aardig wat op mijn gezicht. Nou ja, weet je, als je dat zelf mooi vindt, waarom niet? Dus, maar op zich, ik heb het nog vrij rustig gehouden. Dus misschien al, misschien denk je van nou te bruin, misschien denk je van nou, het is eigenlijk wel weinig. Daar kan je allemaal lekker zelf mee spelen. Ga even ga de producten uitproberen. Kom even langs in de winkel. Superleuk toch? En ja, als je wil zien bijvoorbeeld wat ik allemaal op mijn accounts doe. Ik heb een Facebook pagina en ook een Instagram pagina. YouTube zit er aan te komen. Ik heet op mijn Facebook en op mijn Instagram Nails Beauty Nikki. En leuk als je daar even een likeje geeft als je me daarop gaat volgen. En volg natuurlijk ook Creative Cosmetics. Geef alvast even een likeje omhoog. Abonneer even op hun kanaal. Ga ze op Facebook volgen. Ga gewoon even kijken. Stel vragen in de reacties wat je wil weten allemaal. Nou, ik heb nu dus één kant klaar en zoals jullie hebben gezien duurde het niet heel kort. Nou, ik ga nu snel de andere kant van mijn gezicht doen en dan zien jullie uiteindelijk weer hoe het is geworden. In de volgende video laat ik zien hoe ik dat snel doe, hoe ik snel mijn make-up aanbreng. En dan kunnen jullie helemaal zien van zo, dat is makkelijk, gaat ook snel. Maar nu in deze video hebben jullie gezien wat het verschil is. Het is een behoorlijk verschil. Je ziet hier de wallen nog goed. Vlekjes in mijn gezicht. Nou, ik heb hier een lekkerder kleurtje. Schaduw wat meer aangebracht in mijn gezicht. Mijn ogen lijken opgewekter en frisser. Nou ja. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie mijn eerste vlog leuk vonden. En nou, laat even achter in de reacties wat jullie de volgende keer van me willen zien. Vragen over de video, laat even weten. En nou, tot de volgende keer. You are perfect.